Ja, die is weg hoor. Ja. Nee joh. Hij pakt hem gewoon 2 keer. Nou, hallo jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we met wat lichter materiaal de polder in. Gaan we even kijken of we daar wat visjes kunnen vangen. We staan hier nu bij een gemaaltje. Hier is helemaal niks geworden, we hebben het al uitgevist. En als het goed is komt vandaag ook nog het zonnetje door. Dus we gaan even kijken of we wat leuke visjes kunnen vangen voor jullie. Haak, Mat. Ja, ik weet niet of het nodig is, man. Nee, we pakken hem gewoon de kieuw en dan. Oké, nee, die kan je echt nog niet pakken. Hij is best nog wel wild, inderdaad. Gaat ie. En weg, gelijk. Oh, kijk. Beetje de weg kwijt. Mooi man. Kijk, dit is ook zoiets. Als je aankomt bij een stack en je moet altijd stil lopen. Hier, zie je die kolk dat sowieso snoek dat wegschoot uit het water. Dus dat is ook een teken dat je weet dat je even stil moet lopen. Want vis ligt altijd in de randjes meestal, snoek in de polder. Kijk. Als je een tijdje niks vangt op een shed, of je shed gaat kapot door bijvoorbeeld een vis, want mijn roze shed die ik net aan had, dat is zo eentje, die was kapot gegaan door die tanden van de snoek, dat gebeurt heel vaak. Dan pak je even een andere shed. Nou, ik heb hier dus nu een Fox Rage Zander Pro shed, 12 centimeter. Daar doe ik dan een 10 gram loodkop op, omdat het hier niet super diep is, polderwater. Nou, hoe prik je dat? Je houdt hem even zo er tegenaan, je shed. En dan kijk je waar die ongeveer eruit komt. Nou ja, dat is dan hier. Zet je even een kleine markering. Met je haakje gewoon zo. En dan ga je hem prikken. Hoe doe je dat? Je doet hem er bovenin in. Je schuift hem gewoon helemaal erdoorheen. Totdat je bij dat punt komt waar je hebt gemarkeerd. En dan laat je haak gewoon eruit komen. En als je hem dan doorschuift. Ja, heb je gewoon een geprikte shed. En dan kan je weer doorvissen. Dus dat is de manier hoe je even gewoon snel shed kan prikken. Dat is wel handig. Ja, die is weg hoor. Ja. Nee joh. Hij pakt hem gewoon 2 keer. Bizar dit. En live. Heb je hem live? Ja. Wow. Stijn pakt hem heel even. Hij is daar beter in dan ik. Net naar hem te doen. Ja, netjes. Mooi man. Ja, ziet er heel netjes uit. Mooi. Mooi gekleurd. Ja, netjes. Beetje reanimeren inderdaad. En hij gaat weg. Netjes. Nou, wat er dus net gebeurde, we waren hier gewoon aan het vissen. Ik loop hierheen, eerste worp, mis ik hier een snoek. Ik sloeg gewoon te vroeg aan en 1 worp daarna gelijk pakte hij. Ja, ik dacht ik zet de camera aan, want er zit dus vis. En toen 1 worp later pakte hij gelijk daar nog een snoek. Of dezelfde gewoon, die hem nog een keer pakte. Dat gebeurt niet heel vaak, maar wel lachen dus. Papa Robby. Oké. Nou jongens, dit was de video. Het was een leuke video. We hebben een paar leuke snoek gevangen in de polder. En ja, abonneer even. Wij naar die 100.000 abonnees. Dus, 1000 fucking kneus. Hetzelfde. We abonneren al. Wat zit je hier? Abonneer.